Verdriet, verslagenheid en woede wisselen elkaar af onder de mannen op het terrein van een illegale goudmijn in Klein Saramacca. 14 mannen kwamen gisteren vast te zitten tijdens werkzaamheden in een illegale goudmijn op het concessiegebied van CJ Mining NV. Onze redactie was in de avond en vroege ochtend ter plekke. Het verslag is van cameraman Lambert Petrucci. Bij onze aankomst zijn leden van het Korps Politie Suriname en het Nationaal Leger reeds ter plekke. De dodelijke slachtoffers zijn door omstanders bedekt met onder andere panjistof. Het is redelijk rustig terwijl een ieder er verslagen bij staat. Af en toe raken de gemoederen verhit, maar de nabestaanden weten elkaar te troosten. Twee van de illegale gouddelvers kunnen hun emoties nog net de baas wanneer ze onze redactie te woord staan. En we hebben een blok direct, Orsi. We hebben een kamp en we hebben een doe je rabari toch? We hebben een boy, na zo de pchimaf midden de jongen. Want we hebben een amon, isabito, we hebben sneller. Karko, want of de maf me. Men man. De boy voor we hebben, minu makar ala de mané. Want adot is rebe de tap van falba toch? Zap van falto. Is het adot die pot van falto? Anytime aan kafadon toch? Oké, nou dat na buria. Wat ik als assassin zou doen, we hebben een oplossing naar Lanti. Dat we een oplossing kunnen modelen om dat buria te komen toe. Bij Sabito. Dus we hebben een oplossing voor Lanti. Omdat we een oplossing voor Lanti. We hebben een oplossing voor Lanti. We hebben een oplossing voor Lanti. We Lanti. Dat de maceten. Ja, de brada van mij koop het aan mooi precies. Bij de Mauro Seer. Na dat mij wani. We rief kambior. Mek de man o di per moro. Want na de mij mek o dede. De mij pestoli bij na district man. Una blaka man. Pau mia moro. Weet ma enevo. Weet ma buta wa slaaf ka bai. Oko wei. Iere tok. Oweri. Bas Kayo uit Matawai zegt gelijk na het nieuws gehoord te hebben naar de plek te zijn gegaan om zelf te zien wat er gaande is. Ook hij heeft familie onder de slachtoffers, maar zij geen toestemming te krijgen om te zien wie er precies lag. Bas Kayo benadrukt dat de slachtoffers niet aan het stelen waren, maar hun brood aan het verdienen waren. Moni de mabe suku, dat heb struggle de boy dede. Dat struggle de man dede. We actie graalant of de man jeepo mek de jeepo tapasan disi. Maar in wat pisi to, sami abis taki na rikio of matawai. Mek de man, tja wan oplossing ge, wan na presi uno be abi furoko. Na daarom ube ko orus ref tois ja. Alas ma abe de man jeepi. No mas man om takabung, ano bung. Wan luku saif san uno. Saide kambior no mas seteng. Kupota graaf machine, gide boy, of een dozer, kambior be kaseten tok. Go luka pasi pe kambiore reja. Ano kis timeter tik mopo ja, dai luka pasi sa kambiore rei. Go luku, wamburo ki kodda papi ki saramaka. We abi skoros tindape, we abi gramma dape, we abi opa dape, una bunda tra dape, una yepi dape na nu yakop kobit. De districtscommissaris van Bovenkoppename, Walter Bonjaski, condoleert de Matawai-gemeenschap en Suriname met de dodelijke ramp. De districtscommissaris bevestigde dat er 14 lijken zijn geborgen. Vermoedelijk, ik denk dat de Musuku ETF transmannen vermis, want Dimdefkong, dat de. De man moest de onderzoek moren voor Luko of Lekkerne daar onder ze heten. Samine hoop. Volgens bekomen informatie zijn er speciale groepen uit Frans-Guyana gearriveerd om te helpen met de zoektocht naar de mogelijk resterende 4 slachtoffers.
hulpgroepen en het forensisch team van de politie waren de hele nacht bezig met het bergen van de lijken. Het probleem was namelijk een mogelijkheid te vinden de lijken te vervoeren vanuit de illegale goudmijn naar de weg van Sijin. Om 3 uur vanochtend waren uiteindelijk alle 14 lijken geborgen.